Goedemiddag, PvdA. Ja, soms zijn er van die feestjes en zeg je toch geen nee. Ja, toen ik de vraag kreeg om op jullie feest te komen spreken vandaag, dan kon ik toch geen nee zeggen natuurlijk. Een dikke merci daarvoor. Nee, René Kars, zijn nummer is ook bij ons in Vlaanderen een gigantische hit. En ik vind dat eigenlijk geweldig. Want ik hou wel van die foute feestnummers. Het leven is al zo kort om je soms eens niet heel goed te kunnen amuseren. Alleen heb ik persoonlijk wel een probleem met Atje voor de sfeer. En dat is namelijk dat ik geen druppel alcohol drink tot er een nieuwe Belgische regering is. Ja, af en toe zeg je al eens iets dom. Al 286 dagen geen Belgische regering. 286 dagen. En ik moet u zeggen, ik heb hier daar in België toch al zo'n grote ogen getrokken. Want ik ben nieuw in de politiek. En dan denk je toch, als je zoals 27-jarige mocht gaan onderhandelen voor een regering van je land, dat dat daar toch op topniveau moet zijn. Dat dat daar toch vol zit met toppolitici die de samenleving morgen beter willen maken dan vandaag. Dat dacht ik. Maar ik had soms toch al een atje nodig, niet voor de sfeer, maar om te bekomen. Want dat is dus zo niet. We zijn daar alleen maar bezig, of men is daar alleen maar bezig met wat ze niet willen en met wie ze niet willen. En de grootste onzin wordt daar uitgekraamd. Ik geef u een voorbeeld. Vorige week nog stelde iemand de coronacoalitie voor. De coronacoalitie. En dat was dus menens, hè? Die gekke Belgen toch. Maar door dat gezever, zonder veel inhoud, want daar gaat het helaas niet over, door heel veel politieke spelletjes bij ons over posten, zijn de Vlamingen en de Belgen de politiek eigenlijk kotsbeu. En ik kan hun geen ongelijk geven. Maar ik zie velen onder jullie denken, ja, wat gaat die 27-jarige snotaap daar nu aan doen? Hoe gaat hij dat doen? Maar ik ga jullie eerst misschien vertellen waarom ik dit doe. Waarom ik aan politiek doe. Geen paniek, er is niets mis met jullie ogen trouwens. Er is een reden waarom die kinderen rondom mij op die foto geblurred zijn. En dat is namelijk dat hun leven tot hiertoe verre van vrolijk was. Stuk voor stuk zijn dat heavy verhalen. En één voor één hebben ze echt wel issues. Materiële issues, maar ook mentale issues. Al jaren organiseer ik met heel wat vrijwilligers kampen voor kinderen uit de jeugdzorg. Dat zijn kinderen die verwaarloosd zijn thuis, mishandeld of misbruikt, in felle armoede opgroeien. En er zitten zelfs tieners bij die al in de gevangenis gezeten hebben. En er zijn heel weinig mensen op deze wereld die naar zo'n jongeren luisteren en de politiek al zeker niet. En ik zal u één ding vertellen wat mij altijd zo hard is bijgebleven. Weet je wat we altijd moeten doen de eerste avond van ons kamp? Dat is extra eten bestellen. Extra eten bestellen omdat die jongeren honger hebben. En dat is dan waarom ik hier ook sta. Omdat ik dat nooit zal aanvaarden en dat niet kan begrijpen dat anno 2020 er in onze rijke regio nog altijd jongeren zijn die honger hebben. En op zo'n kamp kan ik impact hebben op het leven van 10 of 20 jongeren. Maar elke zomer kwamen er nieuwe kinderen met nieuwe miserie. En toen dacht ik bij mezelf, als ik echt iets wil veranderen, als ik een grotere impact wil hebben, dan moet je in de arena stappen. En dan moet je in de politiek gaan. En dus wil ik op mijn 27 jaar aan politiek doen zonder de ballast van het verleden. Zonder te moeten horen dat we vroeger bestuurd hebben. I couldn't care less. En wil ik zonder taboes en zonder schrik aan politiek doen. Want wij sociaaldemocraten moeten over alles onze eigen mening kunnen zeggen. Ook over thema's zoals veiligheid of migratie. Fuck them, we moeten altijd onze eigen mening kunnen verkondigen. En we moeten op een manier aan politiek doen voor veel mensen, maar ook samen met veel mensen, tussen de mensen. En dus ik zal het in jullie woorden zeggen, sodemiet erop. Sodemiet erop dat we de politiek alleen nog overlaten aan van die afgelekte witte mannen, strak in het pak, die... Afgelekte witte mannen, strak in het pak, die de mond vol hebben over identiteit, maar die in alle talen zwijgen over solidariteit.
die in alle talen zwijgen over solidariteit. Solidariteit, mijn alleenstaande moeder met twee kinderen, die elke dag keihard gaat werken, maar op het einde van de maand haar rekening niet kan betalen. Solidariteit met die jonge gast, boordevol talent, die niet liever wil dan hard studeren en bijdragen aan de economie, maar die geen kansen krijgt omdat hij een iets wat vreemde achternaam heeft. En solidariteit met een jong koppel die met twee verdient, maar die jaar na jaar moet wachten op de zorg voor een gehandicapt kind. Daar horen we die mannen niet over. En dus volgens mij, maar ik ben ervan overtuigd, volgens ons, is politiek uitgevonden toch niet alleen maar om problemen te benoemen en ze groter te maken. Nee, hè. Politiek is uitgevonden om problemen op te lossen. Om ervoor te zorgen dat mensen die elke dag keihard hun best doen of bijdragen, dat die beloond worden en beschermd worden. Om ervoor te zorgen dat er vooruitgang is voor iedereen en niet alleen voor de happy few. En daarom zet ik de stap in de arena. Omdat ik erin geloof. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het echt kan. Dat het echt kan om van solidariteit iets normaals te maken. Om solidariteit mainstream te maken. Of van solidariteit iets populair te maken. En solidariteit, dat is voor mij eigenlijk heel simpel. Dat is uw deel doen, maar ook uw deel krijgen. En dat deel, dat is voor iedereen iets anders. Dat is bijdragen naar het vermogen dat je hebt en krijgen naar de noden die je hebt. En eigenlijk ben ik ook wel op mijn gemak. En geloof ik erin. Want heel wat mensen zijn solidair. Ook in Holland of in Nederland. Kijk maar naar Serious Request bijvoorbeeld bij jullie. Bij ons is dat de warmste week. Dat toont aan dat mensen door en door solidair zijn. En ik vind het fantastisch om te zien dat zoveel mensen zich vrijwillig inzetten om geld in te zamelen voor een ander. Maar de manier waarop wij solidariteit zien, mag niet alleen afhangen van de serious requests van deze wereld. De manier waarop wij solidariteit zien, is via een efficiënte en sterke overheid. Een overheid als bondgenoot. Een overheid die ervoor zorgt dat elk kind of elke persoon die zorg nodig heeft, ook die juiste en betaalbare zorg krijgt. En vandaag staan we op een kantelpunt. Op een kantelpunt. Om ook in deze nieuwe tijden de welvaart eerlijk te verdelen. En de solidariteit opnieuw te herstellen. Solidariteit met wie werkt in deze nieuwe tijden? Nieuwe tijden van artificial intelligence, robotisering, e-commerce. Tijden van Amazon, Deliveroo, Uber. Tijden waarin dat PostNL allemaal pakjes bezorgd, tot bij ons in Vlaanderen. Vooruitgang. De vooruitgang van die nieuwe technologie, die vind ik fantastisch. Vaak, niet altijd, maar vaak, maakt die nieuwe technologie ons het leven beter en gemakkelijker. En dus, we hoeven als sociaaldemocraten niet bang te zijn als er nieuwe technologieën op de markt komen, want een nieuwe technologie op zich heeft geen agenda. Het is wat we ermee doen. Maar de vraag is wel hoe we met die nieuwe technologieën als samenleving omgaan. De vraag is, gaan we het rendement van die nieuwe technologieën in geld en in tijd omzetten? En voor wie is dat rendement dan? Is dat voor Kees, hè, die 's nachts met zijn Uber jonge mensen veilig thuisbrengt? Is dat voor Truus, die 's nachts niet thuis is, omdat ze pakjes inpakt en de economie draaiende houdt? Of is dat voor Rayan, die elke dag, 's middags en 's avonds met zijn fiets eten bezorgt? Maar jullie weten net zoals ik het antwoord daarop, hè? Nee. Hè? Zij hebben geen deftig inkomen, zij worden niet beschermd, zij hebben nul zekerheid. Maar voor wie is dat dan wel? Maar helaas geldt die nieuwe technologie vandaag te veel voor de Amazons van deze wereld, die het rendement doorsluizen naar belastingparadijzen en die op die manier de welvaart in onze Europa, in onze regio, leegzuigen. Wel, ik hoop dat we dat samen zullen doen. Daar mogen wij ons als sociaaldemocraat nooit bij neerleggen en zullen we altijd tegen moeten strijden. Maar dit is geen verhaal, vrienden, of matekes, zoals ik in België zeg, van oud tegen nieuw.
Dit is eigenlijk hetzelfde verhaal dat we altijd voor gestreden hebben, namelijk voor wie is de vooruitgang en wie komt ze ten goede. En dan, op dat kantelpunt, is het opnieuw aan ons. In Nederland, en jullie zijn al goed bezig, wij moeten nog een tandje bijzetten in Vlaanderen, maar is het opnieuw aan ons. Aan ons om die solidariteit te herstellen, aan ons om die tijd en winst eerlijk te verdelen en aan ons om die vooruitgang voor iedereen te verwezenlijken. Want er zijn er best wel heel veel die dat niet willen en die dat willen tegenwerken. Maar dat is net waar wij 100 jaar geleden al goed in zijn, strijden tegen ongelijkheid. En dat is ook waar we de komende 100 jaar goed in zullen zijn, die strijd tegen ongelijkheid. En dus om die nieuwe technologie te doen werken, om die nieuwe technologieën te omarmen voor iedereen, om mensen gerust te stellen, te beschermen, om ervoor te zorgen dat iedereen krijgt wat hij of zij verdient. Om met solidariteit en positieve oplossingen de samenleving te maken waar wij er toch allemaal van dromen. Een samenleving die zorgzaam en menselijk is. Een samenleving waarin iedereen mee kan en iedereen meetelt. En daarmee rond de kaf, heel belangrijk ook voor mij, een samenleving waarin iedereen zich ook eens goed kan amuseren. Al dan niet mijn atje voor de sfeer. Dank jullie wel, PvdA.